Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Search and Destroy Pros aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal als game. Vandaag zit ik natuurlijk zoals altijd weer met enige echte Sandy DAD. Ja man. En hij is al van de map afgevallen. De Sandy DAD die zit niet meer in de map, want die ligt ergens beneden. Maar we gaan natuurlijk weer twee Search and Destroy Pros spelen. We spelen met de Cool Guns, als je zelf ook wel... Oh my god, dat ook kan zien. En voor hoeveel likes gaan we vandaag zo 10 op deze mooie zondagmiddag? Mooie zondagmiddag. Ik voel 6000 likes aan. 6000? Ja, 6000. Alright, let's go, we gaan voor die 6k jongens. 6k, hoe gaat het ermee? Ligt hij daar nou? Of is die... Waar? Nee, dat is een dode popje. Hij zit volgens mij achter me. Ja. Oh! 3 kills, hè? Tik, tik, tik. De ding is, hij is zo sterk, maar zo kut. Het is zo'n stom wapen, jongen. Ja, dat klopt helemaal niks. Kijk dan hier. 1. Je miste de eerste twee. Oh, ik miste de eerste twee, omdat ik niet snel genoeg in. Ik zoomde niet snel genoeg in, dus ik heb echt maar 2 kogels raakgeschoten. En 4 kogels geschoten. De ding, het is echt. Maar het is een heel sterk wapen, maar ermee omgaan, er normaal mee omgaan, dat is gewoon onmogelijk. Dat is gewoon retarded. En ik heb iemand die achter me aanloopt. Santino, help me! Santino, help me! Er loopt iemand achter me aan! Er loopt iemand achter me aan! Ja, spring van de map of dan? Doe het dan! Doe het dan! Wat ik ga doen. Spring van de map of dan? Nee, niet jij! Nee! Hij is pussy. Hij zit sowieso een foto te maken, sowieso. Oh, nu gaat hij achter jou aan! Oh my god. Sowieso, hij heeft een foto gemaakt. Sowieso, hij heeft een foto gemaakt. Oh nee! Als je deze video kijkt, jongen. Awesome shit. Ze hebben B gepland, by the way. Ik heb een kill, zal ik hem niet naar defusen? Probeer. Nee, wacht, loop dan even. Dat wordt het doel van deze aflevering. 1 ninja defuse. Ik denk dat het mogelijk is bij met ons. Met zo'n groot ding. Met zo'n ja, precies. Dat wapen dat is groter dan die fucking bom, joh. Let maar MLG Pronus. Nou, ga je gang, jongens. Er zit er eentje rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. En dan links hier. Daarbovenop ligt hij. Ergens. Of onder, ik hoor hem. Links, links. Links, zei ik. Ja, links. Jezus. Niet rechtdoor, links. Oh, defuse dat ding nou. Oh, oh my god, hij pakt een wapen op. Oh my, jongens. Je moet de bom defusen waar de bom op de grond ligt. Hij pakt een wapen op omdat hij niet bij de bom ligt. Hij let ook niet op, hè, voor zijn team. Wat een lul. Nee, totaal niet, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Op sommige momenten denk ik echt van, ja. Teammates zijn de beste. Het is wel leuk, maar je hebt er niet zoveel aan. Nee, je hebt eigenlijk nooit zoveel aan. Ik heb een ACXD, by the way. Echt? Ja, maar ik ga hem niet gebruiken. Die bewaar ik even, man. Die bewaar ik voor de grappige momenten. Oké, we gaan weer over de muur heen, hoor. Hop. Zo, what the fuck? Waar killde je die dan? Nog één! Ah, nee! Ze gaat hier beneden, hij zit nog mid te checken. Ik killde hem echt letterlijk onder jou, maat. Ik ga die laatste zoeken. Oké, ik zie hem. Nu alweer de laatste. Jezus, dat gaat snel. Ja. Get wrecked, mate. Kijk, ze allemaal in een party zitten. Doei! Al die mensen zitten in een party, ze zitten allemaal in zo'n PlayStation party. Ja, maar... Ja, ik heb standaard iedereen gemute, maar je kan nu zien dus wie er in de party zit. Dat is nieuw met de update. Mm-hmm. Op zich wel, wel fijn, want dan weet je meteen of het een clan is of zo. Precies, precies. Kun je zien wie er samenwerken. Ja, precies. En dan zie je ook meteen of ze een microfoontje hebben. Want als ze in de party zitten, zitten ze sowieso te communiceren. Mm-hmm. Maar dat is een mooie toevoeging. Lol, ik schoot al voordat... God, het zal wel. Wow, er klopt niet veel van Surgeon Stroh altijd. Ik ga campen, man. Dat hoort bij mij. Ik ga hier liggen met mijn korkel. Dat is 1. Oh, wow. Dat is 2. Ah, teammate. Als je dan mijn linkerkant pakt... Er stond er 4, hè. Ik had serieus een 4 van multikill kunnen pakken daar. Hij zit daar. Ga er gewoon op af. Gewoon gaan als laatste. Gaan. Hé, ik ben camper. Ga! Ik ben camper! Ga, pussy! Dat is je teammate, mijn god. Ren nou! Ja, nu zit hij... Oh my god. Hou je mond! Oh, maar hij zat er niet eens. Je zit de hele tijd te wachten tot die enemy komt, maar hij zat er niet eens. Ik hoor hem niet, want ik heb hem helemaal aan het schreeuwen, lul. Heeft hij een triple kill? Oeh, 1v1, hé, 1v1. Hij zat de hele tijd te wachten, die zat 10 totdat die vent eruit kwam, maar hij zat er helemaal niet. Echt een lul, ja, jongen. Echt een lul. Goed gedaan, lekker de supporter ben je. Hey, ik zei ga gewoon, als je gewoon was gegaan dan was hij niet in je rug gekomen. Nee, want ik ben een camper. Nee, helemaal niet. Jawel. De Gorgon is een campwapen, maar we zijn geen campers. Nou, je gebruikt de Gorgon. Nou. Oh, rechts. Mooie scope, mooie scope. De rest staat voor je. Schiet dan! Oh my god, oh my god, oh my god. Oh! Teammate! Hoppa, geen flauw idee hoe die kill kreeg, maar nog niet. 3-1, hè? Ja. Ja, we staan goed, we gaan goed. Jij gaat heel goed. Ja, heel erg goed, ja. Oh my god, oh my god. Wat een lucky bastard, gek, met zijn laatste kogel.
Nieuwe ammo erin, hoppa. Ik heb nog steeds niet de MX gekregen, ik baalde echt van. Ik heb nog steeds die Shadow Claw zo, hoe heet dat ding? Die ja, Shadow X nog wat. Oké, ik moet even mijn Ajax dit doen, kan je me verdedigen? Nee. Nou ja, dan niet hè. Nee, je bent echt een lul, ga weg. Vriend. Lul, nu ben ik sowieso te laat. Ja, inderdaad. Oh nee, ik val van de map. Oh, lekker gedaan Jan, toppetje. Hey, trots op me? Achter me! Oh, die zag ik niet eens. Ik zag het. Dat was ik. Oh, what the fuck, staat opeens hier, joh. Oh, dit is 1v5, kom op man. Nee, wel first furry, hè? 4. Oh ja. Is dat er daarheen? Wacht, ik ga even naar hem toe. Ja. Dat was een grapje. Ja, dag. Dit is zo'n vieze kerst. Echt zo'n heel erg, volgens mij. Nee, grapje. Ik schrok echt niet of zo, hè? Ik schrok echt niet, serieus. Ik schrok sowieso wel. Helemaal niet. Jawel, jawel. Helemaal niet. Ik durf niet, want hij speelt 1 tegen 4. Wat wil je ga nou, pussy, ga! Oh, 1 kogel. Weet je wat? Als je die raakt, als je... Oeh. Sowieso, hij was in de buurt. Sowieso niet. Dude, wat de fuck moet ik nou doen? Ja, ga nou, poes! Okay. Poesje! Dan komt hij sowieso achter me. Nee, rot op. Het gebeurt altijd, jongen. Als je begint te schieten, komen ze allemaal naar je toe. Hoeveel seconden heb ik nog? Een half minuut, hè? Ja. Ah, oh, tijd zo. Nee, ik hoor een piepen, kut. Achter me. Hoor je het piepen? Je hebt nog tijd zat, man. 20 seconden. Hij zit hier. Hij zit hier. Fuck! Oh, daar! Oh, 1v5! Hey, Macarena. Ik zei het, hij zit hier. Ik hoorde hem. Ik zat hem te zoeken. Ik ben niet zo stoer. Dude, jij deed ook stoer. Je zei 1 tegen 5. Je ging lopen schreeuwen. Dus... Ja, voor jou. Ja, daarom. Dus jij doet ook stoer voor mij. Nee, ik deed het. Hey, maat. Ja. Bam. 13-2. Echt verslaafde en lul. Nee. Corgon. Corgon power. Maar we spelen al 2 potjes. Dus... Om naar potje nummer 2, jongens! Woe woe! Alright, boys! Welkom bij natuurlijk game nummer 2! Yeah. Okay, alright, dit is map Infection, oftewel de camp map. Dus we hebben de Corgon. Nou, we zijn camp, ervoor. Jongen. We zijn er voorbereid. Nou, daar sta ik. En nu? Ik sta achter je. Ik heb geen zin meer. Ik ben mijn geduld op. Ik kan niet meer weg. Ik ben geblokt. Dat weet ik. Oké, okay, we kunnen eruit. Nou, dat was onze geduld. Oh, nooit! Hey, ik ben dood. Nee. Zit er nog geen rechts van je? Rechts. Rechts, hier het hoekje om, ja, rechts. Hier. Ga gewoon. Wow. Jongen. Rustig! Wat een mogol ben je ook! Kijk. Heb ik geen stok of zo? Nee, ik heb helemaal niks op deze Corgon, man. Ja, een suppressor. Ja. Ga nou gewoon, hij loopt daar. Oh my god, als je doodgaat, ik ga lachen. Oh. Zat hij nog gaat niet dood, jongen? Oké, daar ook je aan. Hij loopt daar, hij liep daar. Rustig, hij stond recht voor je. Hij stond letterlijk recht voor je. Achter je komt er zo ook nog een. Nou, 1 tegen 2, klus je hem. Ik had 1 tegen 5 geklust. Rustig. Ik probeer me te concentreren. Ik weet niet waarom ik moet concentreren voor search. Eerlijk. Je maakt zo fucking veel geluid, jongen. Oh my god. Oh, oh my god. De dikke moeder ook. Links. Hij komt eraan, nu. Bam! Wij zijn de titel van deze video's, klopt wel. Surge and Destroy Pro's. En we zijn echte pro's. Maakt niet uit welk wapen we spelen, jongen. Je weet kick hem, ga één kogeltje. Kijk, toink. Recht is een piemel. Ja, daar zou ik ook doodgaan, ja. Daar zou ik ook doodgaan. Ja, ik zou wel lijden, ja. Ja, precies. Hoe kan je... Heb je 4? Oh ja, 4 kills. Ja, eentje probeerde me te redden, maar het ging weer fout. Wacht, laat me de bom pakken. Ik. Nee, ik moet de bom hebben. Nee! Wat dan? Wat je kan... Je moet de bom oppakken, ja, zometeen. Ik weet iets leuks in deze map. Doe dat. Oké, nou teammates, we gaan met z'n allen dezelfde kant op, dat is handig. Dat is altijd slim om te doen. Oh, ik ben oh, er komt er even hier met school. Ho! Dank je. Alsjeblieft. Hey, je moet die bom even pakken. Uit. Ja, ben ik aan. Oh, kut, zit er een bij mij. Nee! Ho! Macarena. Alsjeblieft. Lekker. Oké, wacht, ik ben benieuwd of... Auw. Waar zit hij? Nergens, er ligt dan een shotje. Wacht, loop eens mee. Ik ben benieuwd of dit nog werkt. Oké. Wat je namelijk kon doen in deze map, is je kon in de bom glitchen.
Oh, wacht, dan loopt hij. Kijk, als je dit doet, ik ga nu wel mijn UAV verneuken. En je valt hier langzaam vanaf. Ja. En als het goed is. Nee, het werkt niet meer! Kak! Dan bleef de bom er op dat randje hangen. Kak! Ga je nou dood? Ja, want dan ga je dood, ja. Ah, noob. Ja, daar kon ik niks aan doen. Maar normaal gesproken bleef de bom daar dan op het randje liggen. Kon niemand hem meer pakken. Dat was geen briljant, maar het werkt dus niet meer. Kak. Ah, noob. Nou, ik plant er weer voor de sake of het team. Ja, doe maar. Dat doe ik inderdaad, ja. Teammate, hou me rug. Als je me niet houdt, ik zweer het. Volgens mij komt hij via mid. Oh nee, daar lopen je teammates niet. Ja. Oh. Oh, wat? Teammate loopt langs. Kijk, dit is teammate. Hij mist! Echt. Ik keek alle twee kanten op. Deze wedstrijd kon je zo hard redden, maar hij deed gewoon helemaal niks. Kijk dan, kijk. Wat een gore flikker. Hij heeft nog stok op zijn fucking submachine gun staan ook. Wow, wat een. Oh, weet je waarom je bij de stok op je submachine gun kan zetten? Nou. Als je stok op je submachine gun zet en je zoomt in en je blijft in beweging, dan blijft Ghost werken. Ah, oh, dat is echt noob. Dat was hem dus. Daarom gebruiken mensen stok op hun submachine guns. In Story heb je er helemaal niks aan, dus ik weet niet waarom hij het gebruikt, maar. Nee, maar het is alsnog super gay, maat. Ja, dat weet ik, maar daarom dus, want we hadden het de laatste keer over. Oh, ik zag hem te laat. In dat camphuisje, weet je wat ik bedoel. Weet je wat een vieze campspot is? Dit is een vieze campspot. Kijk, achter dat struikje. Even kijken. Kijk. Oh, wacht, kom erheen. Oh. Ja, wacht. Die met de hagens weg, lekker. Daar gaat hij om, zout. Oh! Zo doe je dat. Huis. Oh, die is dood. Dus teammate, los het op. Ga gewoon de fuse, joh. Fuck it. Gewoon de fuse, joh. Gewoon de fuse. Gewoon de fucking de fuse. Gewoon de fuse, joh, Mongols. Wacht, let op de teammate rechts. Die gaat je niet redden, die gaat je. Oké. Okay. Ik zei toch, die gaat je als. Dan doen we het maar zo. Hij ging ook niet save, hij kijkt de hele verkeerde kant op die vent. Ik heb wel gedefused. Bro, je bent. Ja? Ja, hij staat weer boven me, tuurlijk. Tuurlijk, ik moest even die bom defusen, hè. Toink. Twee maar kogels. Ik heb echt plan. Weer vier kogels had ik geschoten, hè. En toen ging gewoon defusen. Die teammate die keek gewoon de hele tijd de verkeerde kant. Die zat volgens mij de bom te zoeken om te defusen al voor een half uur, maar die had er geen zin in, denk ik. Oh, ik kan de bom pakken. Ja, probeer het nog. Ik wil weten of het werkt nou. Ja, dag, ga nu niet dood. Ja, lul. Ik weet niet eens hoe het moet. Ja, je moet gewoon van het randje afvallen. En dan blijft de bom van het randje hangen. Ja, oh nee, fair enough. Maar... Volgens mij werkt het niet meer, hoor. Volgens mij is dat geweest. Ah, twee man daar. Ik had mijn glitch moeten gebruiken. Waar was jij zo, Tino? Ik dacht dat het een team waren. Ik zat achter jou, hoor. Ik hoorde opeens schieten. Oh my god, faal. Faal. Wauw. De eerste ronde schiet hij op de muur. De tweede ronde springt hij om hoog te schieten. Schiet hij pas op het moment dat hij weer op de grond staat. Ga er gewoon op af. Gewoon rennen. Fuck it, YOLO. Go. Waarom? Je moet niet zo pussy doen. Gewoon gaan. Je hebt een fucking kogel in je handen. Ze kunnen toch niks. Gewoon door. Er zit niemand meer. Nog 6 kogels. Ik vertrouw mijn teammates niet. Nee, hij loopt in het midden. Dat is de laatste. Rechts. Ga achter hem aan. Nee. Oké. Bent, hè? Gewoon niet hoog. Je mag niet reloaden. Niet reloaden. Nee, je moet met 6 kogels. Je hebt 4 nodig om iemand te killen. Ga gewoon. Niet eens een noob doen. Gewoon lopen. Echt fuck jou, Jan. Oh, teammate. Oh, dat gaat lekker, jongen. Nee, verlies even, teammate. Kan ik mijn revenge pakken? Oh my god. Wat is deze man aan het doen? Red op Free Fire. Oh my fucking god. Hij kan de bom niet vinden. Ja, hij zag hem. Hey, waarom ga je naar dood, man? Nu hebben we een hou je mond vet. Waarom ging je niet reloaden? Waarom ging je niet reloaden? Waarom? Het gewoon moet reloaden, maat. Shut up, mate. Altijd jij weer. Als je nog 6 kogels hebt, dan moet je reloaden. Oh my god, wat een killcam ook. Wat? Jezus, dit rek. Oh, hij switchte volgens mij omdat hij dacht dat hij dood was. Hij had nog geluk ook. Nou, teammate werd geowned. Dat staat dus in ieder geval vast. Oh. Jan, ga eens wat beter spelen. Nee, wacht. Man. Ik heb al 2 plans. Ja, dude, we hebben fucking dezelfde score, jongen. Ik ben even aan het denken, waar kunnen we goed campen hier? Jij denken? Ja, boven. Zullen we gewoon niet boven gaan kijk zitten? Kijk uit, want die sniper gaat er zo in het huis fuck zitten. Fuck die sniper, joh. Ik schiet hem met de RPG af, let op. Hostile counter UAV is online. Hostile UAV spotted. Oh, hitmarker. Fuck, hij flakjacket. Waar? Ja, op de grond liep hij in het midden, daar schoot ik op. Kut, komt er een aan. Waar? Kut, ze hebben de bom gepland. Rest van ons komt er een.
Oh my god, dead hipfire. Oké, goed zo. Gaan we naar die bom toe of gaan we hier blijven campen? Laat me even 30 seconden bedenken. Nee, fuck off! Oké, ik ga erop af. Fuck off, zeg ik dan. Ik ga gewoon weer de fuse. Oké. Got him! Got him! Woo! Maar gewoon wacht, ik ga die teammate irriteren. Wacht. Fuck doe je, man? Ik ben nu aan het fuse, ik ben nu aan het fuse. Lukt dat nog? Grapje. Ja, nee, ja! 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 Mongol! Oh my god. Wat een liar ben jij, jongen! Hé, hey, we hebben verloren, wat doe je nou, Santino? Ik zweer, we gaan nu nog verliezen ook. Santino, waarom verliezen we nou, jongen? Echt, nee, altijd jou hier winnen, hè? Oh, fuck jou, jongen. Echt waar, ik krijg echt. We gaan nog verliezen ook, let maar op. We gaan serieus nog verliezen, ik zweer het. Wat gebeurt er als je mij een bom laat fusen, jongen? Wat gebeurt er als je mij een bom laat fusen? Oprotten. Fuck jou. Ik weet niet, ik wist niet hoe ik moest fusen, man. Ah, hou op, man, poes. Oh nee, oh fuck. Wat? Boven in kerk. Ja, er zitten ook een, er zitten drie in school of zo, man. Oh, get wrecked, man. Fuck, oh ja. Ja, push jij maar binnen, ik ga naar binnen, push jij maar. Er zit helemaal niemand. Oh, fuck! Hij zit er wel. Schiet gewoon door. Nog één. Oh, hij had een headshot. Hij had een lucky headshot. Lucky motherfucker. Hey, dude, we staan 3-3. Ja, dag. Ja, het komt door jou, flikker. Als we nu verliezen, komt door jou. Echt waar, rot. Kijk, hij had een lucky headshot. Kijk maar. Zie je? Fuck, dat jij hem raakt tegen zijn richtpunt omhoog, dat is een lucky headshot. Flikker dat het erom loopt. Dit was gewoon het perfecte voorbeeld van een lucky headshot. Hey, nu gaan we gewoon achter in de map campen, fuck die shit. Ja, maar zij gaan sowieso weer planten, ik ga naar links, ze gaan sowieso weer B planten, dat kan niet, jong. Ik ga hier helemaal achterin zitten, fuck deze shit. Ik vergeet dat ik glitch heb, jongen, daar word ik gek van, want ik vergeet hem steeds te Serieus? Ik vergeet hem steeds te activeren. Teammates, loop door dan. Teammates, loop door. Wat is foe. Oh, ik heb er eentje twee keer geraakt. Ja, die zit daar achterin. Oh nee, godverdomme! Kijk uit, daar hebben we een M18 vent. Teammate pakt hem, achter je, twee man! Teammate heeft er, ja lekker teammate, hoppa! Oh. Nou, we hebben alsnog gewonnen. Nou, dat weet je niet, hè? Ik kan nog 1v4 klutchen. Ja, dat denk jij, ja. Hij zit te campen, boven het huisje. Wat hier links, in het raampje. Maak een wallbang, nu. Hij zit er al niet meer. Je zit er niet meer? Je zag hem naar beneden lopen, sukkel. Oh. Hij zit helemaal achter in de map, denk ik. Oh. Dan gaan we daarheen. Waar zit die poes? Misschien niet beneden. Ja, daar! Hoeveel kogels schoot je voor die hipfire? Wat? Hoeveel kogels schoot je? 3 of zo? 4? 3 voor de hipfire, dat is echt geluk. Kijk maar waar je kogels naartoe gaan. Hier, wacht even kijken. Kijk waar je kogels naartoe gaan, hè? Raak. 1. 2. Die kogel ging de hele andere kant op, jongen. Die kogel ging de hele fucking andere kant. Klopt niks van deze game ook soms. Nou ja, maakt niet uit. We hebben 2 potjes gewonnen. Super serieus gespeeld. In de eerste game stond Santino niet in de top 3. Nu sta ik niet in de top 3. Ik heb geen flauw idee hoe dat zou komen, want ik ga ook geen bom express afgaan of zo. Dus ja, nee, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En hopelijk ook weer, jongens. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen. Nou, jongens.